Hoi, ik ben Peter, fysiotherapeut en vitaliteitstherapeut bij Movital. En dit is een vlog hoe ik als fysiotherapeut zelf een revalidatietraject zal ondergaan na een operatie. Vandaag een dubbel gevoel. Enerzijds blij dat we als praktijk zijnde open mogen en mensen weer mogen helpen die te maken hebben met rugklachten, nekklachten of herstellende zijn van een burn-out. Anderzijds jammer dat ik daar zelf niet bij aanwezig zal zijn. In elk geval niet fysiek. Gelukkig heb ik wel een team, Lieke, Laura, Robin en Loes, die mensen alsnog kunnen ontvangen, waar ik ook volste vertrouwen in heb. Maar zelf zal ik niet aanwezig zijn. Dat komt omdat ik 18 jaar lang een operatie heb uitgesteld en die uiteindelijk dus naar morgen is. Ik heb 18 jaar uitgesteld, dus je kunt je voorstellen dat ik met enige spanning ernaar kijk en ik ook merk dat ik steeds zenuwachtiger word na aanleiding morgen steeds dichterbij komt. Wat wordt er namelijk gedaan? Ik heb 18 jaar geleden mijn schouder een keertje uit de kom getrokken, letterlijk. Dat kon ik altijd redelijk goed op een bepaald niveau krijgen en met trainen, tot die sterk genoeg was. Maar gaandeweg was ik steeds meer als een soort kaasschaaf mijn activiteiten, mijn hobby's, mijn sporten aan het weghalen. Squashen, oké, niet meer. Karate, helaas, dat was echt mijn sport die ik op een gegeven moment ook echt gedag moest gaan zeggen. Op een gegeven moment ook met rough and tumble play. Maar ook het stoeien met mijn dochter. En zo langzaam steeds meer moest ik dingen wegzetten. Kon ik niet meer doen. Nou, dat ging zo ver dat ik op een gegeven moment toch op het punt kwam dat ik na goed overleg, ook met de chirurg, heb besloten om toch te gaan kijken wat kunnen we operatief. Nou, gelukkig, toen de MRI-scan was gemaakt en toen we even goed om tafel zijn gaan zitten van wat zijn de mogelijkheden, zag de orthopeed wel de mogelijkheid, of ziet de orthopeed wel de mogelijkheid om nog de schouder wat strakker te kunnen trekken. Dat betekent dat ze, je hebt wat bandjes en wat kapsel en dat ze dan gewoon letterlijk proberen die twee stukjes dichter bij elkaar te krijgen, wat strakker te trekken. Misschien een plugje erin. Maar op die manier proberen mijn schouder weer wat stabieler te maken. Tot hij in elk geval niet zomaar uit de kom schiet. Als ik hem een keer een bal gooi of iets niet rand. Het leek me wel goed om dit te delen. Hoe ik dit zelf als fysiotherapeut zelf ervaar. Ik heb genoeg mensen mogen begeleiden die dezelfde soort operatie hebben ondergaan. En ik heb ook mensen kunnen mogen begeleiden die geen operatie nodig hadden. Maar het is natuurlijk wat anders dan dat ik het zelf onderga. En dat zal met ups en downs gaan. Daarom dus ook aan de ene kant het delen van de kennis en ervaring en van hoe ik dat zelf beleef. Anderzijds misschien ook wel een beetje als een soort indirecte steun. Omdat doordat ik mezelf commit op dat ik zeg van ik ga het volgen en ik ga jullie daarin meenemen. Of nou van mijn kennis en mijn ervaring delen. Dan moet ik dus ook continu verantwoorden dat ik ook netjes mijn oefeningen doe en mij houd aan mijn eigen revalidatie. Het is wat anders, en afhankelijk van welk kantje van de tafel zit natuurlijk. En in dit geval zit ik aan de patiënt zijnde. En natuurlijk merk ik ook dat het moeilijk is om in je dagelijks leven je aan het schema te houden. Dat je soms gewoon tegenvallers hebt en nou, met ups en downs, hoe ga je daarmee om? Het leek me interessant om dat gewoon te delen. Middels deze vlog, waarbij ik dus al minimaal 2 keer per week jullie op de hoogte houd van wat gaande is. Dus morgen ook geopereerd. 7:10 moet ik me melden. Dat vond ik best wel vroeg, gezien ik in Utrecht woon en ik morgen naar Hoogeveen toe moet. Maar goed, het is voor een goed doel. Dus morgen zal ik waarschijnlijk wat meer vertellen, wat beelden maken voor hoe de operatie gegaan is. Ik zou het fijn vinden als je af en toe een vraag kunt stellen. En dat is gek, misschien niet eens zozeer om ook gewoon kennis te mogen delen. Anderzijds ook als mensen vragen aan mij stellen van Peter, waarom doe je eigenlijk die oefening? Waarom kies je hiervoor? Waarom kies je niet daarvoor? Dat ik ook zelf daardoor verantwoording moet afleggen van ja, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Dus dat houdt mij ook scherp. En daarmee heb ik mezelf meer, of zeker geef ik mezelf meer zekerheid, dat ik ook een optimaal revalidatietraject inga. Dus ik hoop dat jullie me willen helpen door af en toe wat vragen te stellen of een reactie te plaatsen. En tot morgen of tot een volgende keer. Dan zal ik waarschijnlijk mijn arm in een mitelle hebben in elk geval. Doei!